Dames en heren, vrienden, heb je een dubbelkoop bij je? Peter is er ook. Sorry. Alle vormgeving is Peter verantwoordelijk voor. Ik riep dan. En meneer van de stad, hè? Ja, en meneer van de stad. Maar bijvoorbeeld, op een gegeven moment stuurde hij mij een berichtje en toen zei hij: nou, dit is waarschijnlijk te heftig, maar ik heb bedacht dat de ankers er zo op kunnen. En toen zei ik tegen hem: nou, dat vind ik wel een goed idee. Dit is het geworden. Deze combinatie was het niet gelukt. Ik bedacht dan meestal iets samen met Mirjam en dan ging Peter het tekenen. En dan zei hij: het moet toch even anders. En dan gingen we het met z'n drie over hebben. Ja, dan waren we het er meestal wel mee eens. Tot het allerlaatste moment aan toe. En dan gaan we ook nog even mee door, hè? Dan gaan we nog even mee door. Nee, maar voor de buitenkant verandert niet meer. Nee. Oké. Okay. Nou, dan ga ik Mirjam vragen of ze de boot wil dopen. Ja. Aangezien jij je dochter niet bij je. Nee. Dank je! Ik doop je fearless toe! We houden een vaart voor jou en je bemanning! Ja, we gaan gewoon. Dit is heel normaal! Ja, meer kun je ook nog een paar keer oefenen. Ja, hartstikke moet je bellen. Goed, komt ie nog een keer, hè? Geen huwelijk, hè? Als er geen ja gezegd wordt, moet het gewoon overnieuw. Ik doop je fearless toe en ik wens je een behouden vaart. Jou en je mannen. En buiten dat is heel exemplarisch voor hoe wij dingen doen. Nou, ik doop je fearless toe en ik wens je jou en je mannen. Ja! Bij iedereen gebeurt dit, hè, jongens? Ja, drie keer, hoor. Ja, vier keer vind ik niks eigenlijk. Oké. Ik doop je! Fearless toe! En ik wens je en je bemanning een behouden vaart! We kunnen allemaal champagne drinken binnen, het staat klaar. Dus ik zeg, we gaan een drankje doen. Oké, dat is tijd. Dat die dan wat voorstellen. We hebben mooie dingen samen zitten maken. Hey Peter, je moet er ook een keer bij staan, hè? En Stefan? Ja. Jij hebt het gemaakt, hè? Jij hebt het gemaakt, man! Ja. Waar is...